Hey, leuk je te zien. Leuk dat je vandaag met ons meeloopt. Kom met me mee, dan laat ik zien wat we vandaag gaan doen. Nou, het is belangrijk dat de veiligheid gewaarborgd blijft, zeg maar. Niet alleen voor de Delftenaren, maar ook voor de hulpdiensten. Ga je laten zien wat we doen, fietsen die lang staan, wat ermee gebeurt, procedures die gevolgd worden. We gaan zorgen dat de stad weer mooi is. Nou, de burger maakt een melding, die komt hier binnen op de meldkamer. En de meldkamer zet hier uit naar onze handheld, zodat we actie kunnen ondernemen. We hebben net een melding gehad over fietsen die al langere tijd onbeheerd staan en die er verwaarloosd uitzien. Daar gaan we nu op af. We zijn aangekomen bij de melding en we zien dat die fietsen hier verkeerd staan. En die gaan we voorzien van labels. Nou, we zijn aangekomen bij de volgende melding. Hier treffen we een fietswrak aan, zeg maar. En deze wordt voorzien van een oranje label. Nou, de fiets staat nu in het systeem en als je niet binnen 4 dagen opgehaald wordt door de eigenaar, dan wordt hij verwijderd fietsenpo Haaglanden. Wij van toezicht en handhaving worden regelmatig aangesproken door de marktkooplieden, zeg maar. Die ervaren heel veel fietsoverlast. De kramen worden op woensdag opgebouwd. Mensen die s'avonds laat thuiskomen en de fiets niet kwijt kunnen, die zetten ze tussen de kramen in. De marktkooplieden komen 's ochtends vroeg om de waar uit te stallen. En je kunt erbij vanwege het aantal fietsen wat in de kramen geplaatst staat. Dus ja, dat is een onwenselijke situatie. Ja, we staan nu op de Westvest en het parkeren van fietsen is uitsluitend toegestaan tussen de fietsnieten. Alles wat zeg maar, buiten de vakken staat, dat wordt verwijderd. Stel dat je komt aanlopen en je bent je fiets kwijt. Wat je dan kan doen, kijk naar de site van fietsdepot Haaglanden. Daar kan je aangeven op de dag de kleur van je fiets en het merk van je fiets. En dan weet je of je fiets daar staat ja of nee. Staat je fiets er wel, ga je naar Haaglanden toe. En dan krijg je €25, krijg je eigen fiets tegen je. Nou, dat was een dagje met ons mee, fietshandhaving in de gemeente Delft. Zoals je ziet, als alles niet goed gaat en je stalt nog verkeerd, dan komt u hier terecht bij fietsdepot Haaglanden. Het belangrijkste voor Delft is dat het bereikbaar blijft, de nooddiensten de weg kunnen halen en het gewoon opgeruimd en netjes is voor de toeristen. Dat het gewoon een mooi beeld is. Dus zorg ervoor dat je fiets correct stalt, dan hoef je meer niet op te halen.